Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, heeft donderdag haar 20-jarig bestaan gevierd. De milieuorganisatie heeft in het kader van deze speciale dag een lezing gehouden met als thema Plastic Awareness. Vertegenwoordigers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en andere milieuorganisaties leverden hun bijdrage aan deze lezing. Cedric Nelom, directeur van het NIMOS, kondigde tijdens zijn toespraak aan dat de organisatie intern heeft besloten zoveel als mogelijk plasticvrij te opereren. Vandaag is ook bijzonder omdat wij de eerste lezing, workshop, seminar, hoe je het wil noemen, organiseren waarbij wij hebben afgesproken intern dat wij vanaf dit moment plastic vrij, zoveel als mogelijk. Dus als u buiten zult zien, u ziet uw broodverpakking in papier, papieren zakjes. U ziet uw cups in papier. Dus wij hebben ervoor gekozen om zeker de lead te nemen daarin, wanneer het gaat om het thema waarvoor we hier vandaag zijn. Louise Suylen van de Anton de Kom Universiteit gaf een presentatie over plastic vervuiling. Huishoudelijk afval blijkt het grootste zorgpunt voor Suriname te zijn. In dit type vuil wordt het meeste plastic afval gevonden, zei Suylen tijdens haar presentatie. Dus je kunt zeggen 177.000 kuub ten opzichte van die 205.000 kuub. Dus je ziet dus een hele grote haal. Zoals ik al eerder zei, onderzoek heeft uitgewezen dat een groot percentage van het huishoudelijk afval uit plastic bestaat. En je ziet hier 13-16%. Maak even een simpele rekensommetje, dan kunt u voorstellen hoeveel plastic dan ten opzichte van die 177.000 dus op een of andere manier in ons milieu terechtkomt. Omdat deze presentatie zich zal focussen op plastic, ben ik nagegaan van wat is er in de loop der tijden gedaan met alle plastic dat, in, laten we zeggen, dat wij consumeren. Louise Suylen van de Anton de Kom Universiteit tijdens haar presentatie over plastic vervuiling. De presentatie maakte deel uit van de lezing van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, die donderdag haar 20-jarig bestaan heeft herdacht.